Dit is mijn huis. Je witte, toch? Ja. Ja. En nu staan wij op de brug. En nu staan we op de brug. Het is een soort markt voor tweedehands spullen, zeg maar. Oké, van Duitsland en Nederland, toch? Ja, gewoon West-Europa. Ja. West-Europa. De meeste mensen van Montana woont in Duitsland en Nederland, toch? Ja, zeg maar, zijn verhuisd naar daar. Ja, voor werk. Voor werk, ja. Ja. Voor beter, toch? Hier hebben ze weinig werk. In Montana wonen er ongeveer 50.000 mensen. En op dit moment de helft, dus 25.000 ongeveer. Heel veel mensen zijn weggegaan. Zo is niet zo makkelijk. Hè? Dus is niet makkelijk in een busje te instappen en wegrijden. Dus. Nou, ik zie mijn toekomst gewoon in Rotterdam. Natuurlijk is het heel belangrijk dat ik ook werk heb. Van begin was ik straatkrantverkoper geweest, zeg maar. Ik verkoop straatkranten bij de supermarkt. Daarna heb ik een beetje werk gekregen bij de stichting, bij de Pauluskerk. En daarna begin ik met eigen onderneming. Dus ik werk in de bouw en ja, ik ben zelfstandig ondernemer. Ja. Zoiets met visum, zegt dat, kan men, dus. Oké, hier gaan we in Montana verlaten, zeg maar. Vanaf hier is het geen Montana meer? Ja, hier naar rechts. En dan pakken we die weg naar Vidin. Want ga je hier merken dat die weg is echt slecht. Die zijn de armste kant van Bulgarije. Zeg maar Noordwest-Bulgarije. We zijn een beetje van verbouwen, maar het gaat niet zo snel. Dat kan ik helemaal niet vergelijken met Nederland. Hè? Dus als je rijdt van Bulgarije naar Rotterdam, zie je ook hoe die mensen veranderen, zeg maar. Blijer mensen zie je. En ook hoe die landschap veranderd is, hoe de weg beter is. En, mooie auto's en ja, gewoon licht overal, licht en dit en dat.